Het ministerie van Financiën en Planning gaat samen met de Centrale Bank van Suriname en andere belanghebbenden werken aan een stabiele koers. Financiën-topman Armand Gijbersing zegt dat de autoriteiten eerst zullen nagaan hoe het komt dat de koers nu aan het stijgen is. Samen zal er dan gekeken worden hoe dit probleem aangepakt kan worden. Wat wel belangrijk is aan een economie, dat de koers moet stabiel. Want dan ondernemers kan met de plannen, die kan do the business, get farm do. Dus we hebben ook wat apart van dat. Maar om ontkent dat morgen, dan heb je gewoon een rapport, ben stabiel. Nu heb je wat kiezen. Maar we hebben ook wat apart gestort natuurlijk. Wij doen er alles aan om die koers stabiel te houden, want dat is waar het om gaat. En ik denk niet dat het gaat helpen als we alle soort uitspraken doen, want u weet dat de koers ook door sentimenten bepaald wordt, toch? En daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn. De bewindsman erkent dat de benzineprijzen omhoog kunnen gaan, gezien de koers stijgt. Suriname is namelijk een netto-importerend land voor wat betreft brandstof. Dat betekent dus dat als die koers hoger wordt, dat je meer SRD's moet gaan neertellen om die brandstof te importeren. Maar nogmaals, wat de koers betreft, er is gisteren bijvoorbeeld breed overleg geweest, ook met de voorzitter van de VSB, andere ministers erbij, de Centrale Bank, om te kijken naar de oorzaken. Een van de oorzaken is dat we een tekort aan gierade dollars hebben. We hebben geen tekort aan contante dollars, wat ik begreep, maar het is een tekort aan gierade dollars. Maar die contante dollars moeten we gaan giraliseren. En dat proces is de Centrale Bank ook voortvarend mee bezig. Mijn inschatting is dat als we dat kunnen oppakken, kunnen realiseren, dat er wat rust weer op het koersenfront zal ontstaan. Om de bevolking tegemoet te komen met de brandstofprijzen, is de regering bezig de subsidie om te bouwen van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Dat zal in de vorm zijn van de oliemonie die de president eerder heeft aangekondigd.